is Flevoland met het regionieuws. Ruim een kwart van de windenergie die in Nederland op land wordt opgewekt komt uit Flevoland, blijkt uit cijfers van het CBS. Flevoland is al jaren koploper als het gaat om windenergie. Dat komt onder meer doordat het er harder waait en doordat de molens in dun bevolkt gebied staan. Lelystad krijgt een extra stroomstation. Vandaag beginnen Liander en Tennet met de bouw. Het moet een oplossing zijn voor nieuwe bedrijven die geen aansluiting kunnen krijgen op het elektriciteitsnet omdat dat overvol is. Het nieuwe elektriciteitsstation kan volgend jaar in gebruik worden genomen. De problemen op het stroomnet moeten uiterlijk in 2029 opgelost zijn. De KNRM in Lelystad heeft gisteren eindelijk haar boothuis verplaatst. De oude lichtplek was niet goed bereikbaar bij slecht weer. Het was ingewikkeld om vergunningen te krijgen voor die nieuwe plek. Nou, uiteindelijk is het boothuis 30 meter versleept. En in museum het Oude Raadhuis op Urk worden opgewiste bommen en granaten uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog getoond. Die treffen Urkers soms nog steeds aan wanneer ze aan het vissen zijn op de Noordzee. Naar schatting liggen er tienduizenden tot honderdduizenden onontplofte bommen in en op de bodem. En soms zorgt dat voor ongelukken. Pieter Hoekstra, de bedenker van de tentoonstelling. Ik denk storm en weer kun je nog zeggen, nou lag een schip of je had niet moeten vissen, of je kan het ook aan de elementen of aan gods en tijd kun je toeschrijven. Maar eigenlijk ongelukken door explosieven en oorlogen, ja, dat is toch echt wel ja, wat mensen elkaar aanrichten. Meer nieuws op de website en ook in de app. Dan het weer met Diana Boer. Diana, goedemorgen. Goedemorgen. Blijft het droog vandaag? Ja, ik denk wel zo goed als. Er zijn wel een paar buien op de regenradar te zien, maar die zijn niet voor onze provincie weggelegd. De komende uren hebben we nog wel te maken met overwegend veel bewolking en kans op een lichte bui. Maar ik denk dat gaandeweg de ochtend en vooral vanmiddag dan de zon toch wel tevoorschijn komt. En we hebben een hogere temperatuur dan afgelopen weekend. Toen werd het maximaal 15 graden. En nu met een zuidelijke wind hebben we 17 of 18 graden op de thermometer. En dat is vrij zacht voor de tijd van het jaar. Dus ja, het ziet er voor vandaag best wel aardig uit. Maar in de loop van de avond wordt de bewolking geleidelijk aan dikker. En vannacht krijgen we dan wel met een paar buien te maken bij een minimumtemperatuur van 13 graden. Maar gelukkig is het morgen overdag weer zo goed als droog in de provincie. Vooral in de middag. Af en toe zonneschijn, iets meer dan vandaag. Maar nog steeds die hoge temperatuur, zo'n 17 of 18 graden, bij niet al te veel wind vanuit het zuiden. Maar vanaf woensdag gaat het allemaal veranderen. In de loop van de woensdag grotere kans op een bui. Dan heb je je paraplu nodig, maar nog steeds 17 graden. Donderdag, dan moeten we weer wennen aan een andere temperatuur. 14 graden en dat bij veel wind vanuit het noordwesten. En dan vooral in de ochtend geregeld nat. Dankjewel, Dia. Een hele goede morgen. Twee gebieden in Flevoland zijn in beeld bij Defensie voor een munitiedepot. De agrariërs in die gebieden willen heel graag nu weten waar ze aan toe zijn. En een toegankelijkheidspanel roept op om vooral niet te veel obstakels op de stoep te plaatsen. Goedemorgen. Flevoland is wakker. We moeten zo snel mogelijk weten waar we aan toe zijn. Dat zeggen de boeren die een bedrijf hebben op de plekken waar Defensie mogelijk een munitiedepot wil bouwen. Twee gebieden in Flevoland zijn namelijk daarvoor in beeld. Ja, agrariërs die er wonen maken zich grote zorgen over het voortbestaan van hun bedrijf. Een bedrijf dat soms al decennia bij hen in de familie is. Verslaggever Marjan van Ens ging bij twee van hen langs. Binnenkom bij een van de boerderijen zit er een hele familie aan tafel. En aan de kop van die tafel zit een kleine peuter die sokjes aan heeft met allemaal trekkertjes erop. Hij is dol op de boerderij, vertelt de familie me. En stiekem hopen ze dat de kleine man, die nu nog maar net kan lopen, later staat te trappelen om het familiebedrijf over te nemen. En dat is meteen kenmerkend, want hoe jong Flevoland ook is, de bedrijven die mogelijk plaats moeten maken voor een depot, zitten vaak al generaties lang op die plek. Zo ook vader en zoon Giel en Steven Gielen van de Nonnetjesweg bij Biddinghuizen. Vanaf 71 hebben wij dit bedrijf, pachten wij dit bedrijf, of mijn vader is hier begonnen in 71. En wij hebben dat in 94 voortgezet en zo is het nu nog steeds. Ja. En inmiddels is ook uw zoon actief op het bedrijf. Die is ook actief op het bedrijf. Die zit bij ons in de maatschappij sinds een jaar of twee. En zoals mijn vader al aangaf, ik ben de derde generatie. En we hopen eigenlijk dat we hier ook de vierde generatie kunnen laten boeren. Jouw zoon? Ja, inderdaad. En die heeft nu al een voorliefde voor trekkers. Dus ja, waarom hier weg dan? Maar ja, op hetzelfde moment, het is een actueel thema.
En bij dat thema moeten de keuzes worden gemaakt. En dan hoop je natuurlijk dat wij dan niet weg hoeven. Maar het is een realiteit. Ja, je hoopt dat je de dans ontspringt. Ja, wel min of meer. Een stukje verderop in Flevoland, aan de Hondweg bij Dronten, zit het akkerbouwbedrijf van de familie De Breuk. En ook dat wordt gerund door vader en zoon. Zoon Robert geloofde het afgelopen zomer niet eens, toen hij hoorde dat Defensie misschien hun plek wil innemen. Dan denk je wel eens van, nou is dit wel waar, zit die grap met mijn mouw te halen of ja, noem het maar op. Nou, maar toen liet hij berichtjes zien en toen was er toch echt onze kavel die ingetekend stond. En toen gingen er wel een paar alarmbellen af, als ik het zo mag zeggen. Inmiddels zijn de betrokkenen de eerste schrik te boven, maar de ideeën van Defensie houden hen wel iedere dag bezig. De onzekerheid doet iets met de plannen die de agrariërs voor hun bedrijf maken. Of juist niet maken. Gaat nu wel zo zeggen van ja, wat kunnen we nou doen met investeringen? Moet achteroverleunen? Kunnen we verder? Je bent een beetje, hoe moet je zeggen, je staat perplex. Je weet het niet zo goed wat je eigenlijk nou wel of niet moet doen. Ja, je staat ook een beetje op pauze als bedrijf op die manier. Ja, in zoverre wel. Nou gaat het wel gewoon door. Maar ja, eigenlijk staat er wel een holdknop aan. En dus is er maar één ding wat de boeren willen. Duidelijkheid. Giel Gielen en Robert De Breuk. Dat is eigenlijk wel belangrijk, ja. Dat we zo snel mogelijk weten waar we aan toe zijn. Dat het niet 5 jaar duurt voordat we weten of we mogen blijven of niet. Want je kunt dan niet verder met je bedrijf. Spannende tijden toch? Ja, nee, zeker weten. Zeker weten. Moet niet te vaak gebeuren, hè, dit soort dingen. Nou, nee. Jij weet nooit hoe het leven loopt, maar dit zijn wel dingen die je niet te vaak eigenlijk wil meemaken, nee. Defensie heeft toegezegd dat de agrariërs begin volgend jaar weten of ze wel of niet moeten plaatsmaken voor hun munitiedepot. Je hoorde twee boeren uit het buitengebied van Dronten. Op hun land komt dus misschien een locatie van Defensie. Denk alsjeblieft na over hoe je je auto parkeert, je vuilnis bij de weg zet of je fiets stalt. Die oproep doet een nieuw toegankelijkheidspanel in de gemeente Noordoostpolder. Dat panel komt op voor inwoners met een fysieke beperking. En dat is hard nodig, merkt verslaggever Marjan van Ens wanneer ze met panellid Ramona Dekkers op pad gaat. Ik wil graag naar de bioscoop en dan staat daar een bakfiets en een gewone fiets. Normaal gesproken staan er nog meer fietsen. Ik hoop dat ik nu naar boven kan. Ik ga even kijken of ik er omheen kan. Omheen lukt. De oprit op. Lukt ook. En dan? Dan ben je bij die bioscoop. Nou ja, dan zie je zo'n deur. En dan denk ik van, hoe kom ik binnen? Ik ga eens even kijken hoe zwaar die is. Jeetje. Nou, en dan heb je hem nou open en dan kom je niet verder. Leuk zo'n bioscoop. Je kan erom lachen, maar echt leuk is het helemaal niet, hè? Nee. Heb je dat wel eens aangegeven? Nou ja, ik ga er meestal niet alleen heen, omdat het meestal gewoon altijd hetzelfde probleem is. Ik neem altijd iemand mee die voor mij de deur open doet. Ja, en om dat soort problemen aan te pakken is er dus nu een toegankelijkheidspanel. Dat is mede mogelijk gemaakt door welzijnsorganisatie Carrefour. Jenna Veldkamp van Carrefour vertelt over de officiële aftrap. Die wordt gegeven met de theatervoorstelling Blikopener komende woensdag. De voorstelling heet Blikopener, want dat is eigenlijk wat we willen doen. We willen de blik letterlijk openen van de inwoners, maar ook alle professionals binnen de gemeente Noordoostpolder. En dat kan dan dus in kleine dingen zitten. Maar bijvoorbeeld, waar zet jij je container neer als je container geleegd wordt? En kunnen mensen met een rolstoel of met een kinderwagen er dan ook nog steeds langs? Zeg maar, hoeveel ruimte neem je dan in beslag? Het gaat er dus om dat niet alleen de mensen met een fysieke beperking tegen die problemen aanlopen, maar vooral ook dat mensen zonder een fysieke beperking in de gaten hebben wat zij kunnen betekenen voor de andere mens. Ja. Dat is inderdaad wat wij heel graag hopen te gaan doen met de voorstelling. Dat is echt letterlijk die blik openen, jou aan het nadenken zetten, zodat je volgende keer als je je auto parkeert of als je je container aan de weg zet, dat je denkt, hey, doe ik het nou goed, zeg maar. Is het inclusieproof? In Noordoostpolder begint dus nu een toegankelijkheidspanel. Tegelijkertijd zie ik dat in veel steden en andere gemeenten al veel langer. Dus het is best laat voor een gemeente als Noordoostpolder. Nou, of het laat is, daar kan ik geen uitspraak over doen. Het is ook heel belangrijk om zo'n proces namelijk goed te doorlopen. Dus je wilt heel graag eigenlijk
echt heel inclusief werken, maar dat houdt in dat je van heel veel dingen verstand moet hebben. En daarom is het ook heel goed dat de mensen die nu zijn opgestaan hebben gezegd, die expertise hebben wij niet. Onze expertise zit op fysieke toegankelijkheid, dus wij gaan ons ook alleen bezighouden met fysieke toegankelijkheid. Jenna Veldkamp van Carrefour was dat. De gemeente Noordoostpolder is intussen bezig met een inclusieagenda. Daarmee moet er ook meer aandacht komen voor toegankelijkheid voor onder andere chronisch zieken en laaggeletterden. Dan wat zaken die je mogelijk hebt gemist gisteravond op radio of tv. Inderdaad, met het oog op morgen werd stilgestaan bij herdenkingen en demonstraties in Nederland vanwege 7 oktober. Een jaar geleden viel Hamas Israël binnen, het Centraal Joodse Overleg en de Israëlische ambassade. Herdenken samen met familieleden en gegijzelden en leden van het kabinet. Hans Weil, vicevoorzitter van het Centraal Joodse Overleg, legde uit waarom dit van groot belang is. Het is belangrijk dat we weten wat er gebeurd is. Nogmaals, daarna is een jaar lang oorlog gevoerd en wordt nog steeds oorlog gevoerd. Maar waar het mee begonnen is, is die aanslag, die terreuraanslag, waar 1200 feestende mensen werden vermoord en 250 werden weggesleurd. Ja, Weil vertelde ook over de impact die 7 oktober op Joden in Nederland heeft gehad. Een heleboel Joden niet wisten dat ze Joods waren, of nauwelijks wisten dat ze Joods waren. Daar nu met de neus op de feiten worden gedrukt, dat de bovenbuurman gaat klagen over de Joden die beneden woonden. Dat gebeurde daarvoor nog niet, maar dat gebeurt nu wel. Mensen met keppeltjes, u kent helaas de verhalen wel, worden op straat lastiggevallen. Je wordt voor vuile zionist uitgemaakt omdat je Joods bent. In het boek Het zit tussen je oren schrijft Vera Camilla Luker hoe ze met een angststoornis, een depressie en een burn-out toch gelukkig werd. In Met Mandy vertelde ze over de board-out bij haar man. Wat ik ervaren heb met mijn man, ja, is dat hij dus zo overwerkt raakte, gewoon puur van verveling inderdaad. En gewoon geen uitdaging hebben en je gaat naar je werk en het is het gewoon niet. Het prikkelt je niet genoeg. Het is niet je passie. En daardoor presteer je vaak ook slechter. Die uitdaging die hij miste. En gewoon elke dag jezelf naar werk slepen. En dat maar gewoon doen. Zijn omgeving wist niet altijd hoe ze om moesten gaan met zijn board-out. Hij werkte in een familiebedrijf als huisschilder. En zijn vader was de eigenaar. Dus hij werkte elke dag met zijn vader. Dus zijn vader vond het vooral heel erg moeilijk. Dat hij dacht, ik heb alles goed voor elkaar, voor mijn zoon. He, ik heb hem een baan gegeven, garantie, ja, mooie auto, goed salaris. En dat het hem gewoon niet was. Dus hij vond het heel moeilijk te verteren dat je iets wat jou wel genoeg uitdaging biedt en voldoening geeft, dat het dus voor je zoon niet zo is. Oh, het lijkt me ook best lastig. En om daar gewoon ook eerlijk over te zijn, hè? Ja, precies. Nou ja, Jolien, ik zeg het maar gewoon. Je verveelt je rot. Vind je een beetje saai? Nee. Nee, dat hebben wij gelukkig niet. Ik hoor dat vaker, hoor. De sport van het afgelopen weekend. Inderdaad, we beginnen met profvoetbal. Wieren City is er vrijdagavond opnieuw niet ingeslaagd een wedstrijd te winnen. In het eigen Janmarstadion was Willem II met 0-1 te sterk. Trainer Hedwiges Maduro hield een flinke kater over aan de wedstrijd tegen de Brabanders. Ik denk dat we beter waren dan Willem II over de hele wedstrijd. Dat we ook meer kansen hebben gecreëerd. Alleen we maken de kansen helaas weer niet af. En zij hebben 1 schonderschot en daardoor verlies je. Heb je er nog altijd maar 2 punten uit 8 gespeelde wedstrijden? Is het dan al een beetje crisis bij Almere City? Nou, je moet realistisch zijn. Je hebt 2 punten en je hebt er veel meer verdiend qua punten. Ik denk dat we echt onszelf daarin tekort doen. Alleen, de komende maand wordt wel heel belangrijk, deze maand oktober. Het is nu even een interlandperiode. We kunnen werken aan vastigheid, maar daar komen wel tegenstanders waar we punten moeten van gaan pakken. Dan hebben we nog oktober, november en december natuurlijk. Zijn genoeg voldoende wedstrijden om dat te gaan doen. De trainer van Almere City was dat, Hedwiges Maduro. De Almeerders wisten deze competitie nog maar 2 goals te maken. Verslaggever Martijn de Groot die sprak ook met verdediger Joey Jacobs. Ja, vorig jaar word je 13e en nu 2 punten uit 8 wedstrijden. Wat is er aan de hand? Ja, dat het pakken van punten gewoon lastiger gaat. Ik denk dat dat de conclusie is. En ja, je kan het aan allemaal dingen hangen. Speelstijl, formatie, tactiek, noem maar op. Maar het valt niet. Ja. Gaat dit wel goed komen?
ik heb er nog steeds vertrouwen in dat het goed komt. En ik denk dat er moeten er wel wat dingetjes gaan veranderen, denk ik. Ja, zoals? We moeten meer goals gaan maken. Ja, dat is het main ding. Ja, nogmaals, je kan in vier verschillende tactieken, formaties, wat je ook wil gaan spelen. Maar uiteindelijk valt de start het met meer goals maken als tegenstander. Zo simpel is dat. Volgend weekend komt de Almere City niet in actie. Dat in verband met het interlandvoetbal. Op zaterdag 19 oktober speelt de ploeg uit tegen Sparta Rotterdam. Nou, eens kijken hoeveel goals er dan vallen. Huh? Zou toch mooi zijn. Een stuk of 6? Ja, misschien. Positief, hè? We blijven positief. Gaan we door met de amateurs. De voetballers van SV Urk die hebben zaterdag in de derde divisie A thuis met 0-4 verloren van Sparta Nijkerk. Bij rust stonden de Urkers al met 0-3 achter. Het is een zure nederlaag volgens trainer Peter Wesselink. We creëren 3-4, denk ik, hele goede kansen de eerste helft. Bij 1-0, bij 2-0. Later ook nog. Op basis van voetbal. Die kansen moeten we zelf creëren. Niet vanuit omschakelen. Allemaal op een klein veld. Zij maken het klein. Dus ik zei gewoon een hele bizarre wedstrijd. Is het verschil niet gewoon dat zij de kansen wel maken in die eerste helft en jullie niet? Ja, ongetwijfeld. Alleen wij creëren die kansen zelf. En die kansen die zij krijgen, die creëren wij ook voor ze. Dus heel ander verhaal. Verlies je met 4-0, dat zijn harde cijfers. Alleen, ja, gevoelsmatig zeg ik van, is het een gevatteerde overwinning? Ja, nou, 4-0. Dat is 4-0 natuurlijk. Doet wel pijn. Ja. Maar ik word hier, vorige week winnen we 2-0 bij Tech. Leek het er niet op, zeg maar, aan de bal. En vandaag zie ik gewoon toch heel veel dingen terug van wat we graag willen. Aan de bal sterk, comfortabel. We creëren ons kansen. We staan goed georganiseerd, vind ik. Ja, en nogmaals, de goals die we weggeven, doen we onszelf aan. Dat zijn allemaal individuele momentjes. Meer het gevoel dat je denkt van, wat is ons gebeurd vandaag? Dat een beetje, ja. Ja, de Urkers blijven na 8 speelrondes de nummer 3 achter koploper IJsselmeervogels en Dovo. Ja. Oh ja, en het was een zware middag gisteren. Nog fietsen, hè? Ja. Mm-hmm. Voor Emmeloorder Femke Beuling. Ze kwam met haar club WV de Kannibaal in actie tijdens het Nederlands clubkampioenschap in Dronten. Na 39 kilometer over buitenwegen en rond het dorp eindigde ze met haar team op de derde plaats tijdens de tijdrit. Ja, Flevoland is deze week echt een wielerprovincie. Want donderdag is de start en finish van de Ladies Tour in Zeewolde. Femke Beuling die geniet ervan dat er in Flevoland op niveau gefietst wordt. Ja, supermooi. Vorig jaar was natuurlijk een start zelfs in Emmeloord, waar ik geboren ben. Dus ik keek er eigenlijk heel erg naar uit om zelf ook mee te doen aan CIMAC Ladies Tour. Maar helaas is dat dit jaar niet het geval. Maar wel een heel mooi alternatief met wedstrijden in China voor mij. Ja, waarom doe je in Zeewolde niet mee? Nou, de ploeg heeft ervoor gekozen om dus naar China af te reizen en daar wedstrijden te doen. Het is belangrijk voor ons om daar nog UCI-punten te scoren. Met het team waar we mee naar China gaan. Was het heel moeilijk om de strijd hier aan te gaan in de CIMAC Ladies Tour met Lorena Wiebes en Charlotte Kool. Dus daar moeten we nog even een jaartje mee wachten. Femke Beuling uit Emmeloord zien we dus helaas donderdag niet in Zeewolde. Maar wel heel veel andere toppers. En Omroep Flevoland is daar donderdag natuurlijk bij. Ja, en dan gaan we even naar de berichten van over onze provinciegrenzen. In Israël wordt vandaag herdacht dat het precies een jaar geleden is dat Hamas een grote aanval uitvoerde in Israël. Terroristen vermoorden toen 1200 mensen en gijzelden zo'n 250 slachtoffers. Het is voor Israël dus vandaag een belangrijke herdenkingsdag. En tegelijkertijd is er ook de angst dat Hamas of Hezbollah dit moment zal gebruiken om raketten af te vuren. Dat zegt correspondent Sander van Hoorn. Dan hoeven ze niet eens doel te raken, maar zo'n ceremonie en dan het luchtalarm dat afgaat. Ja, dat is natuurlijk wel een angstbeeld hier. En er is natuurlijk ook de angst dat grote mensenmassa's juist op zo'n dag als 7 oktober het doelwit kunnen worden. Vandaar dat je ziet dat die herdenkingen wel door kunnen gaan, maar met heel veel minder mensen dan aanvankelijk de bedoeling was. Ja, in Nederland zijn er herdenkingen en daar wordt ook rekening gehouden met pro-Palestina demonstraties, onder meer op stations.
Honderden mensen verzamelden zich gisteravond al in Amstelveen om stil te staan bij die terreuraanslag op 7 oktober vorig jaar. De manifestatie werd georganiseerd door het Centrum Informatie en Documentatie Israël het Sidi. De aanwezigen willen hun steun betuigen aan slachtoffers en aan nabestaanden. Om solidariteit met Israël, met steun te betuigen met Israël. En de moeilijke situatie waar Israël in staat in de wereld. En dat we laten zien dat we er zijn en ons medeleven tonen aan de mensen daar en hier in Nederland, Joods Nederland. Ook gaven politici toespraken om de veiligheid te kunnen waarborgen. Was er heel veel politie aanwezig. Ja, en ook het Centraal Joodse Overleg en de Israëlische ambassade in Amsterdam, die organiseren later vandaag een herdenking. Daar zijn familie van de gegijzelden bij en ook premier Schoof is aanwezig. Maar waar die herdenking is, dat blijft nog geheim. Ja, dat is omdat er altijd vervelende mensen en spreekkoren en op die locatie afkomen. Het is een herdenking. We willen kunnen herdenken zonder dat er allerlei ruis omheen is. Helaas is dat nodig. Vind ik toch wel verdrietig hoor. Ja. Dat je dan niet even stil kunt zijn bij zo'n herdenking. Ja, maar het is te veel mensen. Het zijn er te veel op allerlei manieren mee bezig. Dus hopelijk vinden mensen nog even een moment. Allemaal voor zichzelf. Zo is het. Dat waren wat zaken uit binnen- en buitenland.